ben al sinds 1990 vegetariër. Ik kon niet meer tegen het idee dat een dier moest lijden voor mijn stukje vlees. Ik verafschuwde het, een soortgenoot, te moeten zien lijden voor mijn onverzadigbare vleeshonger. Ik proefde het bloed en ontwikkelde een smaakallergie. Vlees. Kweekvlees. Hier is geen dier aan te pas gekomen. Geen dier, geen pijn, geen dood. Dit lapje komt van een vleeskwekerij hier uit de buurt. Ze hebben vlees met wildsmaak, vrije uitloopsmaak, sappige weidesmaak en smaakloos. Voor mensen met een smaakallergie, zoals ik. Via de kweekvleeswebwinkel kun je een persoonlijk vleesprofiel aanmaken met je eigen voorkeuren. Ook kun je je medicatie in het vlees laten verwerken en de online kweekvleesdokter raadplegen. Zo heb ik bloedverdunners, vitamine E en antidepressiva in mijn lapje. En je proeft het niet, want het is smaakloos. Bovendien krijg je een fikse no-claim korting op je life extension verzekering bij diverse grote verzekeringsmaatschappijen. Ik word morgen 63, maar ik voel me 25. Dat noem ik nog eens gezond oud worden. Proost. Kweekbloed.